Nee, ik sta hier bij het kunststuk van mijn broer. Mijn broer is in 1976 is hij met een motorongeluk om het leven gekomen. Mijn broer zat op de kunstacademie in Enschede. En toen is het idee gekomen met de naaste familie om dat kunststuk wat nog niet af was, is toen afgemaakt en is gedoneerd aan de kunstkringen gemeente Haaksbergen. Ja, en dat kunststuk moest een keer opgeknapt worden. En toen heb ik, even kijken hoe lang is het geleden, een maand of twee, drie terug, hebben we met Jelle, mijn zoon, hebben wij dit kunststuk opgehaald en naar huis toe gehaald. Nou, hadden wij dat ding thuis staan en 's morgens om 7 uur kwam mijn zoon van, ik heb de politie voor de deur staan. Er was ergens iemand uit de buurt, die had dat gezien. En de politie gebeld van het kunststuk is weggejat. Wat heeft dit met mijn leven gedaan? Ik iedere keer dat je hier langskomt en hier, daar staat nog een stukje van mijn broer. Dit heeft al heel lang gestaan en je voelt het altijd van binnen en je draagt het gewoon mee, zolang dat ik zelf leef. En wat ik ook gezegd heb, het is mooi dat dat ook, ik weet niet hoe lang het blijft bestaan. Dus als wij er niet meer zijn, dat de kinderen het gevoel een beetje meenemen van de oom. Maar toch gewoon als je het kunstwerk bekeek, ik vind het wel gewoon een mooi kunstwerk. En zoals hij nu ook weer helemaal gerenoveerd is en weer teruggebracht is, dat heeft wel iets, vind ik. Niet alleen als je het ziet, maar vooral denk ik de boodschap. En dat zegt toch ook iets over hoe jouw oom was. Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Dat klopt. Han Aning studeerde aan de Academie voor Kunst en Industrie, de AKI in Enschede. Dit kunstwerk gaf hij de naam Wijkend Perspectief. Loopt er omheen en het beeld van het werkelijk veranderen, zei hij. En gaf ons als kijker zijn boodschap mee, oordeel nooit te snel. Dit had ik zo willen maken op een as, zeg maar. En dan die vertraging, met een vertraging. En dan eventueel wat zonnepanelen, om daar de energie van te pakken. Dus, en dat dan die stroom, wat die zonnepanelen doen, om dat om te zetten in elektra, dat ding dan heel langzaam rond ging draaien. Dat was het idee waar ik eigenlijk won. Ik kwam erachter dat is niet haalbaar, dat lukt niet.